Ja, het is een ketting. Ja, daar hou ik van. Maar dan moet ik eerst zien hoe dat allemaal zit. Open. Ja, en ik heb een splinter in mijn wijsvinger. Kennen jullie dat? En dat kan ook zo lekker pijn doen. Kijk, dan ga ik wel mijn dierbare kettingen om. Ja, ik zal het jullie zien. Zit er eentje. Die heb ik geprobeerd te kammen. Maar als ik er gekamd heb, dan schud ze de rijden gelijk weer uit en dan zit er alweer alle kanten op. Dan is het weer een raar geworden. Ja, maar ik had er helemaal netjes gekamd. En daar zit er nog een. Die heb ik ook helemaal geborsteld. Hier. Die is ook wel heel wat kwijt. Hé, hier hoor. En wat gaan we nou doen? Hé, wat gaan we nou doen? Weet jij? Alle naar bed. Alle slapen. Ja, we gaan slapen. Zo, lieve vrienden, een hele goede namiddag gewenst namens Corina en de Beestenboer. Want ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Dus ik zou zeggen, welkom bij Corina en de Beestenboer. Het is weer grijs en grauw en triest, maar dat doet er allemaal niet toe. Ik ben bovenal weer even bezig geweest, et cetera. Daarom kom ik ook zo laat erin, maar dat maakt ook niet uit. Ik heb ook een pakketje, ja, een heel klein pakketje. Ik weet bij hoge belag nu al besteld heb, dus voor mij ook een verrassing. Maar ik heb wel een vermoeden, het zal wel weer eens een keer oorbellen zijn, want ja, ik heb nooit niet genoeg aan oorbellen, hè. Nee, altijd te weinig. Maar niet eens. Dus ja, die gaan we even uitpakken. Ik had hem al open geknipt. En bubbeltjes plastic. Ja, er zit ook weer een pentagram aan, zie ik. Daar ben ik al helemaal blij mee. Nu zit het weer in een zakje, dan moet ik daar de opening weer voor vinden, want ja. Ik zie dat zo niet. Ik zie het echt niet waar een opening zit. Voelen, ik voel een randje. En dan voel ik het weer niet. Nou, ik ga ook niet zoeken. Ik knip hem open. Dikke pie. Zo. Even naar de zijkant opengemaakt. Zo. Oh, wauw. Oh, wauw. Die even naar de knoop. Even naar de knoop. En ik denk dat ik mijn sjaal af kan. Hup. Ja, tuurlijk. Even mijn sjaal op de touw. Ja, het is een ketting. Ja, daar hou ik van. Maar dan moet ik eerst zien hoe dat allemaal zit. Open. Ja, en ik heb een splinter in mijn wijsvinger. Kennen jullie dat? En dat kan ook zo lekker pijn doen. Kijk, dan ga ik wel mijn dierbare kettingen om. Maar zo ziet hij er dan uit. Er zit een pentagram bij en een kruisje. Ja,
Even zien hoe ik het allemaal hebben moet. Ja. Kijk, dan zou deze af moeten of eronder. Kan ook. Kan ze er ook onder dragen. Zie je? Nou. Is dat toch leuk? Dan heb ik even mijn dierbaren om. En dan heb ik gewoon een andere ketting eroverheen. Ja, ook top. Kan ik ook met andere kleding doen, met mijn kooltrui of zo. Ja, toch? En dus. Dan heb ik gouden oorbellen in. En een zilver ketting. Maakt niet uit. Mijn andere ketting is ook goud. Dit is niet echt goud, maar mijn ketting die ik eronder heb is wel echt. En dan die andere ketting die ik van mijn schoonmoeder heb gehad is, zover ik weet, roestgestaal of zoiets. Maar wel een duur materiaal. Zo, die kan weg. En ik heb een leuke nieuwe ketting om wat bij mij past, wat bij mij hoort. Ik ben nou eenmaal zo'n figuur. Ik wil ook meer van dat kleding. Gewoon in mijn dagelijkse kloffie ken ik dit allemaal aan. Maar ik wil meer dat Kotek-achtige. Ik heb Karin ook al gevraagd. Help zoeken. Ze hebben wel het een en ander gevonden. Maar ik moet ook eigenlijk naar een feestje. Ja, een heel raar feestje. Is dat dan een jaar, maar ze wil allemaal in het zwart, et cetera. Dus ja, Kotek-achtig. Maar ja, ik weet echt niet wat ik aan moet naar daartoe. Nee. Maar ja, we merken het wel. Ik zal toch nog een keer aan Karin vragen van welke moet ik nemen, welke kan ik kopen. Ja, komt wel goed. Dus lieve vrienden, ik hou gewoon vol goede moed en dan ga ik gewoon in mijn heksjurk, zeg maar, dat zwart met paars, dat is ook een Kotek jurk, ja. Enkel, ik doe er geen pruik bij op, nee, dat doen we niet, gaan we niet aan beginnen. En dan, ik heb die Kotek handschoentjes, ik heb deze ketting dan, komt allemaal wel goed. En ik ga niet op de zaken vooruit lopen, nee. Maar we gaan eventjes lopen, hè. Ja, we hebben trouwens hier ook een prachtig mooi huis in de stad. Hier vlakbij, ik heb lopend af. We gaan we ook filmen. Maar dat doe ik niet in de dagelijkse vlog. Nee, dat komt in een aparte vlog. Ja, ik wil eens even weten wat ze daarmee gaan doen met dat huis. Want dat staat op instorten. Ja, er zijn hekken omheen. Tenminste, de voorlangs. Maar er woont ook mensen ernaast die ik kan. Dus die zullen het niet leuk vinden dat ik daar één keer in de week, zo laat me zeggen, daar kom te filmen. En dan hebben ze pech. Ja, dat is hun probleem. Maar in ieder geval, voor nu zeg ik een hele fijne namiddag. Geniet van al wat met jullie nog gaan doen of willen gaan doen. Of moeten gaan doen, want ja, je kan nog iets moeten doen terwijl je het eigenlijk niet wil. Maar ja, geniet er wel van, zou ik zo zeggen. Gaan wij ook doen. Ik ga lekker erop uit met mijn meisjes en die gaat sowieso mee. Ja, dus ik heb jullie altijd ten alle tijde bij me. Het was 8 graden, werd er gezegd. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? Ik denk, is het op dit moment 8 graden. En geen gevoelstemperatuur, dus ja. Lekker toch? Ja, ik doe wel handschoenen aan, want daar zit een splinter in. Dus als je een wondje hebt en je krijgt koude handen, dan gaat dat nog meer pijn doen. Dus dat wil je niet hebben. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, de meisjes die liggen trouwens heerlijk te slapen op de bank. Al is het wel met de ogen open, maar ze liggen lekker.
lief daar. Ik geniet daar dagelijks van. Ik weet niet hoe jullie dat hebben als jullie dieren hebben, maar ik wil wel wat van jullie weten. Hoe jullie dat hebben met jullie dieren. Kunnen jullie ook zo genieten als ze zo heerlijk lief bij elkaar liggen of wat dan ook? Ja, ik wil wel wat van jullie weten. Vertel het mij. Dat, wat is dat nou weer? Ach ja, die Google Hub-geval. Houd je wel van. Dat kan ik op internet opzoeken. Ja, tuurlijk meid. Opzoeken. Ja, dag. Via mijn telefoon reageert die Google Hub-geval, terwijl ik het helemaal niet tegen haar heb, want mijn telefoon die staat op slot en toch gaat die open, hè? Ja, ken je dat? Dat is gewoon een beetje irritant gedoe. Maar in ieder geval, ik heb gelacht met de meisjes onderweg. Jammer dat ik het niet op de film kon zetten of wat dan ook, want daar is het mij nog gewoon te koud voor vanwege mijn handen. En ja, dan moet je even wel geduld hebben. Je moet maar naar meerdere dingen kunnen filmen. En dan moet je uitzoomen en inzoomen ook nog eens een keer. Maar jullie weten, in die kale bomen zitten die vogeltjes te kwetteren. En op een gegeven moment gaan ze met z'n allen tegelijkertijd de lucht in. En dan gaan ze in een soort met van wolken van vogels. Die ze dan vliegen van de ene kant naar de andere kant. En weer terug en weer weg. En dan blijven ze even weg en dan komen ze weer terug. Heien. Maar wat doen de meisjes? Die horen dat. Dat ze wegvlogen. Dan hoor je dat, hè. Wat gaan ze doen? Met hun kont gaan ze zitten. En die kopjes. Dan maar achteraan. Nou, zo'n leuk gezicht zal ik je vertellen. Ik had het niet meer. Zo leuk, zo aandoenlijk. Nou ja, op een gegeven moment loop je verder, want ze kwamen niet terug. Die vogels waren ergens anders naartoe gegaan, weet ik veel waar. Maar ik ben weer bijna thuis en ziet Elwing ze weer. Rijka nog niet eens, maar Elwing wel. Dus dat, die kop ging weer omhoog van Elwing en dat ging weer. En op een gegeven moment gaat ze midden op de weg zitten. Nou ja, je kon me opvegen zo wat. Zo'n leuk gezicht. Ja. Ja, jullie zijn lief hoor. Daar moet ik wezen. Ja, het is donker daar. Ja, het is donker daar. Ik zal jullie even omdraaien. Even kijken hoe we dat weer moeten hebben. Zo. Hé? Ja nou. Zijn jullie zo lief dan? Ja, hij kwispelt de kwispelstaartje. Kwispel de kwispelstaartje. Nee? Jij ook niet kwispelen? Je kan het wel, hè? Ja. Met je zwiebel de zwiebelstaart. Ja. Je denkt ook, laat me maar lekker liggen. Moeten jullie zometeen ook wat lekkers? Moeten jullie ook wat lekkers? Moeten jullie stripje? Moeten jullie een stripje? Jij. Jij ook? Ja, dan moet je meekomen. Dan gaan we de donkere keuken in. Maken we daar eerst even een liggie. Ja. Dan staat hier weer een afwas. Nou ja, het lijkt veel, maar het is niet veel. Maar er staat een grote soeppan. Terwijl het ook in een kleinere pan had gekund in plaats van die. Maar ja, er zat een soeppan nodig. Nou ja, zo weinig. Kan ik ook in een ander doen, ja. En dus, nou even die weer terugdraaien, dan zie ik tenminste wat we doen. Ja, ik moet daar even bij die bus. En die bus die staat daar. Kijk, hier. Die bus moeten we hebben. Even die deksel weg. En ik moet jullie even kieperen, geloof ik. Zo. Oh, jij eerst, hè? Jij eerst, hè, meisje? Kom dan. Goed zo. Jij ook, hè?
Goed zo. Ja, dat gaat er bij hun er echt wel in, hoor. En ja, dat zijn ja, kleine dingetjes. Het zijn strippies, zeg ik altijd een strippie. Ja, dat moet ik anders zeggen. Het zijn kleine, smalle dingetjes, maar ze vinden het heerlijk. Nou ja, lekker toch? Ja. Die doet je wat, zou ik zo zeggen. Dan moeten jullie weer even terugkieperen. En weer teruggedraaid worden, ook dat nog een keer. En ik zit hier te harnessen vanwege. Ja, ik. Zo, dan moeten jullie weer. Gaat goed met mij, mijn neus. Als ik dat nou eerder had gedaan, zo. Het licht moet even aanblijven, want ik ga even een broodje klaarmaken. En nog een bakje koffie en dan gaan we ook even eten. En ik ga met een vlog beginnen die in elkaar te zetten van... ja, moet ik even kijken, hè. We waren gebleven bij maandag de 6e, dus gaan we naar dinsdag de 7e toe. Ja. En die komt dan morgen online. Dus dan weten jullie dat maar even. Ja, en ik weet niet eens wat voor dag het vandaag is. Ik geloof een zaterdag, toch? Ja, toch? Ja, zaterdag. En het is alweer 7:30. Dus ja, de titel dinskoft dat je zelf stil zit. Maar ja, ik was wel bezig. Ik heb ook alweer gereageerd op een paar reacties. Ook op wat is app zat ik even te reageren, want dan ga ik ook het een en ander binnen. En ik had telefoon van Karin de rekken van mee zitten te ouwe nelen. Moet allemaal kunnen, ja. Heb je het of krijg je het? Weer die kop, er zijn hier geen vogels hoor. Nee, zijn hier geen vogeltjes. Nee, echt niet. Dus ja, dat dus allemaal. En ik geniet daarvan, van die gekke beestjes van mij. Nou ja, gek, gek. Ze zijn net zo gek als dat ik ben, denk ik. Hé, want vrouwtje is ook gek, hè? Ja. Ja, we zijn allemaal gek. Liever gek dan stom. Ja, stom zijn we niet. Nee, wij zijn goed en knap, zeg maar. Ja, toch? Daarom zijn we gek. Dat is de afkorting van goed en knap. Ja. Ja, toch? Ja. Ik zeg ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Gaan wij hier ook doen. En ik zeg, tot later. Ja, en zoals jullie zien, zit er eentje. Die heb ik geprobeerd te kammen. Maar als ik er gekamd heb, dan schudt ze er eigenlijk gelijk weer uit. En dan zit er alles weer alle kanten op. Dan is het weer een ragebol. Ja, maar ik had er helemaal keurig netjes gekamd. En daar zit er nog een, die ik ook helemaal geborsteld. Ja, die is ook weer heel wat kwijt. Hé, joh. En wat gaan we nou doen? Hé, wat gaan we nou doen? Weet jij het? Gaan we naar bed? Gaan we slapen? Ja, hè? We gaan slapen, hè? Gaan we naar bedje toe? Gaan we naar bedje toe? Rijka. Gaan we naar bed? Gaan we naar bedje toe? Ja. Ja, hè? Ja, toch? We gaan toch naar bedje toe? Zet me wel te rusten. Slaap lekker. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Your heart is no longer the same. Cause it's full of blood and it frees your heart. It's no longer the same.
It's no longer the same. Cause it's for